Dames en heren, aan de orde zijn nu de hoofdige stemmingen over de motie van wantrouwen van de heren Marino Keulen, Lode Verreek, Hermes Sanctorum, Sas van Groeverwa, Ivan Sabbe en Philippe Wathee en van de heren Felix Straks en Philippe de Winter. Ik stel voor om de voorafgaande tussenkomsten betreffende beide moties samen te voegen. Is het parlement het daarmee eens? Ja? Nu, voor de orde en voor de duidelijkheid, is misschien toch even goed. Wat de volgorde betreft, er kwam straks al de opmerking, ja, maar eerst de motie van het Vlaams Belang. Het is eerst Marino Keulen en collega's die het woord vragen, die het woord krijgen. Waarom? Omdat het gevolg was van de interpellatie. Wat de spreektijd betreft per motie, maximum 10 minuten per indiener. Daarna mag één spreker per fractie met maximum 5 minuten. En zoals het reglement voorschrijft, artikel 37, trouwens ook van de bijzondere wet, het woord moet steeds worden verleend aan de ministers als zij dat vragen. Even voor de duidelijkheid, maar het collega Sas Verhoeven gaat er straks het woord over vragen, heeft hij mij er straks. We hebben op het uitgebreid bureau van 23 januari met eenparigheid van stemmen beslist dat de stemming hoofdelijk en openbaar is. Is er straks betwisting over, dan zal ik wel als voorzitter ter zake de nodige stappen ondernemen, conform het reglement. Er is in dit geval bij de stemming geen onderscheid tussen gemeenschap en gewest. Het is niet van toepassing. Als één keer voor de duidelijkheid, er is geen schorsing meer mogelijk na het begin van de stemming. We hebben daar eens een heel nachtelijke vergadering over gehad. U herinnert zich dat. Ik heb daar een trauma aan overgehouden, dus we gaan daar dus niet meer. We komen daar niet meer op terug. Inzage quorum enzovoort zijn de gewone regels van toepassing, dat weet u. En de vereiste meerderheid is natuurlijk om het aan te nemen, is minimum 63 ja-stemmen. Bij aanneming van de eerste motie is de tweede motie uiteraard automatisch verworpen. Maar dat zien we in de voortgang van dit dossier. Dus ik geef nu het woord, is dat voor iedereen duidelijk? Dan geef ik nu het woord aan collega Marino Keulen, alstublieft. Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt ze wel, collega's, voorzitter, leden van de regering. Die gedachte kwam spontaan bij mij postvatten toen ik kennis kreeg van de volgende mail en ik ga hem u voorlezen. Geachte heer, en dan komt de naam van die mens, ik kan alleen bevestigen wat, en dan komt de naam van een kabinetsmedewerker, u reeds mailde. De datum van inwerkingtreding is door het parlement verschoven naar 1 maart 2012. Ook wij betreuren dat, niet in het minst, omdat we zo goed als zeker zijn dat het parlement geen enkele inhoudelijke wijziging aan de formule zal doorvoeren. Het is bijzonder jammer, maar u en wij zijn het slachtoffer van een politiek spel, gespeeld door VLD, Groen en LDD, getekend door de woordvoerder van de minister, eigenlijk het gezicht en zijn stem. En uit die mail, collega's, blijken twee dingen. Een grote minachting ten aanzien van het parlement. Wij zijn formeel de eerste macht van dit land en wij bepalen de inhoud van de wetgeving. En uiteindelijk, de minister is maar minister omdat hij zijn legitimiteit puurt hier uit dat parlement. En twee, ook natuurlijk een flagrante leugen. Want uiteraard, die vertraging is niet te wijten aan de verenigde oppositie. Die is te wijten aan het feit dat de minister en de meerderheid laattijdig met dit decreetsontwerp naar het parlement zijn gekomen. De laatste commissievergadering voor het kerstreces. Dat was technisch totaal onmogelijk om dat nog goedgekeurd te krijgen. Het ontwerp rond de nieuwe BIV, de nieuwe inschrijvingstaks voor nieuwe en occasievoertuigen voor de jaarwisseling. De meerderheid heeft dat meteen gesnapt en dan zelf een amendement ingediend om de invoering te verdagen naar 1 maart van dit jaar. En dan hebben wij oppositie en meerderheid tezamen hoorzittingen gevraagd, zoals we dat gebruikelijk doen als er belangrijk wetgevend werk op de plank ligt, om eigenlijk ook het middenveld en de sector te horen, om zo de kwaliteit van de wetgeving om die te bevorderen. Meneer de minister, en dan heb ik het over minister Muiters, wat mij eigenlijk opvalt is dat u eigenlijk drie keer op rij flagrant liegt. Ten eerste is er de mail, geschreven door uw woordvoerder, uw gezicht en uw stem. En dat is eigenlijk liegen dat het gedrukt staat. Want je kunt zoiets nog verbaal zeggen en dan kan daar betwisting over bestaan. Maar hier zet je dat op papier en verstuurt je dat naar een aantal mensen. Twee dan, de reactie daarop in de krant toen de mail bekend raakte. En ik citeer opnieuw het kabinet. Het uitstel komt er omdat de oppositie hoorzittingen vroeg. Had ze dat niet gedaan, was de nieuwe BIV-regeling nu al ingevoerd. En dan als klap op de vuurpijl, de dag nadien, had u een interview met het VRT-radioprogramma De Ochtend. Ik werd daar ook geïnterviewd en ik citeer nu woordelijk
uit de transcriptie van dat telefonisch interview. Ik citeer nu dus minister Muiters en die zegt, open de aanhalingstekens en oké, de mail, misschien is dat, ik zou zelfs niet zeggen dat het verkeerd geformuleerd is, maar laat ons dat nu voordoen. En dus 3 maal op rij, minister, volhardt u dus in de boosheid. Nu, wat betreft de minachtende toon aan het adres van het parlement, daarvoor heeft u zich verontschuldigd in de commissie. Daar gebeurde dat, vond ik eerder bleek, maar u heeft dat voluit gedaan achteraf in reacties voor de media, want u zag toen de bui al hangen. Wat betreft eigenlijk de valse beschuldigingen aan het adres van de oppositie, die zijn nog altijd open, want daarvoor heeft u zich nooit verontschuldigd. En ik nodig alle collega's uit om het commissieverslag grondig na te lezen. U zult die verontschuldigingen, u zult die niet vinden. En ik ga nu naar de motie van wantrouwen, want voorzitter, we hebben maar 10 minuten spreektijd gekregen. Minister, als men alles op een rij zet, heeft u toch wel vaker, vind ik, een probleem met het begrip waarheid en ook met het hanteren op een correcte manier van voorschriften en procedures waar eigenlijk een minister een voorbeeldfunctie heeft, omdat hij ook de wet moet handhaven ten aanzien van de burgers van dit land van Vlaanderen. Nu, ook wat de moeilijkheden betreft van de afgelopen week, en u heeft niet uw beste week, minister Muiters, achter de rug, maar die heeft u uitsluitend en alleen aan uzelf te danken. Ik vond het ook een beetje minnetjes dat uw partij zei, ja, men doet hem dat aan omdat hij lid is van de N-VA. Wij scoren u goed in de opiniepeilingen en dus moet Barbertje hangen. Er is de mail van uw woordvoerder over de BIV en ik ben daar reeds uitvoerig op ingegaan. Er is de andere mail en die is gisteren behandeld geworden in de commissie Financiën en Begroting. En opnieuw, ook daar, we citeren een medewerker die door u zelf wordt gekwalificeerd als een crème van een medewerker. En die heeft het over het feit dat de minister heeft gelogen, dat de onderbenutting is geraamd met de grove borstel, dat de rapporten niet gaan vrijgegeven worden. En tezelfde tijd, collega's van de meerderheid, moet u het doen met de kwalificatie lulloos. U mag zelfs wel de minister redden. Is een andere collega van de oppositie een triestigaard en zijn de mensen van onderwijs smeerlappen? Dat komt niet uit de mond of uit de pen van iemand van de oppositiefracties. Dat is dus het kabinet van de minister en het kabinet en de ministercollega's, die zijn dus één. Dus wat dat betreft, dat kan tellen. Nu, minister, laat het duidelijk zijn. Wie liegt, is niet geloofwaardig. En waar ook in dit deel van de wereld, in welke parlementaire democratie ook, zou u zich hebben moeten rechtvaardigen en waarschijnlijk ook een motie van wantrouwen aan uw been krijgen. Ook in dit land, collega's van meerderheid en oppositie, bestaan wat dat betreft 2 duidelijke houdingen. We hebben een aantal jaren geleden gehad de toenmalige federale staatssecretaris voor welzijn op het werk, Anissa Temsamani, die is 72 dagen in functie geweest in de federale regering. En zij moest ontslag nemen, opstappen, omdat zij had gelogen over haar diploma. Einde discussie. Je hebt een andere houding, La Belgique à papa, en dan moeten we teruggaan naar begin jaren 90. Mark Eiskens die zei, kijk, moest ik in het buitenland minister zijn, dan had ik al lang ontslag genomen, maar in België, dat is een kippenren, ik blijf zitten. Het ging toen over een visumaanvraag voor een Palestijnse terrorist. Walid Khaled heette die man en is dus blijven zitten. En ik heb de indruk, minister Muiters, dat u eerder bij die laatste thesis aansluit. Ik heb ook eigenlijk een boodschap, collega's van dit parlement, aan het adres van de minister-president. Je kunt er niet omheen, minister-president, wat deze legislatuur betreft en de omgangsvormen onder de meerderheid. En ik ga dan specifiek in op het mailverkeer. We hebben een tijd terug had de uitgelekte mail waarin de collega's in de regering werden beschreven als uit teflon en beton opgetrokken. En toen was het minister Muiters en hij alleen die zich de vraag stelde of de auteur, minister Lieten, nog in functie kon blijven of zij zichzelf nog in staat achtte om te blijven functioneren. Nu, sommige mensen zien natuurlijk makkelijker de splinters in andermans ogen dan de balk in de eigen oog. En dan hebben we nu die 2 mails gehad. En minister-president, hoe je dat nu ook keert of draait. En je kijkt naar de inhoud en ik doe daar niks bij, ik doe daar ook niks af. Neerbuigende toon ten aanzien van het parlement, leugenachtig ten aanzien van eventuele schuld van de oppositie die de oppositie ook niet toekomt. De kwalificaties, de termen, lulloos, en dat gaat dan over de meerderheid, triestigaard, smeerlappen van onderwijs,
het verhaal van de minister heeft gelogen en andere dingen die ik al heb aangehaald, dat gebeurt vandaag allemaal in uw meerderheid en in uw regering. Het geeft ergens aan, collega's, als je dat allemaal op een rij zet, dat de menselijke verhoudingen zich situeren ergens beneden het vriespunt. En dat alleszins de omgangsvormen grof en onbeleefd zijn. Nu, terug naar de motie van wantrouwen. Minister Muiters, een minister die liegt, is niet geloofwaardig. Een minister die niet geloofwaardig is, kan geen deel uitmaken van de regering. Vandaar ook dat wij uw vervanging vragen. We stellen iemand voor vanuit uw eigen N-VA-fractie. Want ik heb ook ondertussen de kwakkel gelezen in bepaalde media dat de VLD dit zou willen gebruiken als een hefboom om in te breken in de Vlaamse regering. Niets is minder waar, want dan hadden we wel een collega uit de VLD-fractie voorgesteld. Vandaar dus dat wij collega Lisbeth Homans voorstellen als vervangster van Philippe Muiters in de Vlaamse regering. Meneer Verheek. Meneer de voorzitter, leden van de regering, geachte collega's, respect voor de spelregels van het parlement is de basis voor een gezonde en sterke democratie. En minachting van het parlement, contempt of parliament, is dan ook een ernstige zaak en onaanvaardbaar. En dat is wat voorligt in deze motie van wantrouwen. En ik ben mij bewust dat de burger meer wakker ligt van andere thema's, zijn job, zijn pensioen, zijn woonlening, de hypothecaire aftrek, de oplopende benzine- en energieprijzen, de veiligheid op straat en in zijn eigen huis. Maar ook het politieke systeem moet betrouwbaar, eerlijk en berekenbaar zijn. En de feiten zijn dat de minister bij herhaling leugenachtige verklaringen aflegt, waarbij er een spanning is tussen wat hij vertelt aan het parlement en wat hij vertelt aan de burgers. En voor alle duidelijkheid, wanneer ik spreek over de minister, dan bedoel ik hij of zijn kabinet. Maar wanneer een burger een brief of een mail ontvangt van de minister, dan is natuurlijk de kans klein dat hij die eigenhandig geschreven heeft. Maar voor de burger is het wel de minister die spreekt natuurlijk. En in het geval van de topsportschool Hasselt, handbal, was het de flagrante tegenstelling tussen de mail aan een ouder waarin werd medegedeeld dat de school definitief sloot en de verklaring in het parlement dat de beslissing nog niet genomen was en de discussie in het parlement op basis van een evaluatierapport nog moest beginnen. En in het begin en in het geval van de nieuwe, groenere belasting in verkeersstelling was er de flagrante tegenstelling tussen de mail aan een burger waarin werd meegedeeld dat de vertraging van de invoering te wijten was aan de oppositie die hoorzittingen had gevraagd en het feit aan de andere kant dat de vertraging van het dossier bij de regering zelf ligt en dat de hoorzittingen ook door de meerderheidspartijen waren gevraagd. Daarboven beweerde de minister dat de hoorzittingen in het parlement toch maar nodeloos tijdsverlies waren, want er zouden toch geen veranderingen worden doorgevoerd. Dat is echt, collega's, minachting voor het parlement. En is het uit gebrek uit ervaring van de minister of zijn medewerkers? Hopelijk, maar dat maakt eigenlijk niet veel uit. De vraag is of men na 2,5 jaar nog onervaren is of dat er hier een structureel probleem is. Collega's, dit soort gedrag vind ik niet terug bij andere regeringsleden. Nadat ik zware kritiek had geuit op het beleid van minister Lieten en de VZW iCleantech, heb ik hoorzittingen gevraagd waarvan de meerderheid toegaf, bij monden van de fractieleider, dat ze nuttig waren. En het decreet is daarop gewijzigd. En ook bij het Vlaams Energiebedrijf heb ik hoorzittingen gevraagd die bijzonder nuttig bleken. Mijn kritiek op Spartacus lijn 1 is ook gekend, waarbij de discussie wordt gevoerd met cijfers aangeleverd door minister Krevits. Meneer de minister, u zit met een probleem. En het gaat om het probleem, niet om uw persoon of uw partij. Het gaat om de bal en niet om de man. Of de minister nu Philippe Muiters heet, of Joske Vermeulen of Fred Astaire, dat maakt mij niet uit. Vlaanderen is een gezonde democratie. LDD zit in de oppositie in Kamer en Vlaams parlement en controleert daar de regering. In de Kamer is dat met de N-VA tegen de regering Di Rupo. En in het Vlaams parlement is dat tegen de regerings 2 met de N-VA. Woorden als nuttige idioten, smeerlappen,
Gewond kieken, drama queen, komen niet uit mijn mond. Uit mijn mond komen feiten en cijfers. Dossiers zoals Aquafin, tweemaal betalen voor een grond die de Vlaamse overheid al had, een sale and buyback die ons 6 miljoen euro gaat kosten, Etias Finance, een obligatielening te risicovol voor de Vlaamse overheid, maar blijkbaar niet voor de Vlaamse instellingen zoals PMV of LRM. Begroting 2012, gebaseerd op een groei van 1,6%, waardoor er nu al een tekort is van 350 à 700 miljoen. En iedereen zich afvroeg in december, waar gaan die begrotingsbesprekingen eigenlijk over? Dossier die allemaal getuigen van een ondermaats Vlaams begrotingsbeleid. En meneer De Wever, het is uiteraard makkelijker om op de boodschappers te schieten. Uw afleidingsmanoeuvre in ter zake van afgelopen vrijdag was goed geprobeerd, maar echt een doorzichtig manoeuvre om de aandacht af te leiden van het geknoei van het kabinet begroting. Meneer de minister, excuses volstaan voor onbeschofte woorden zoals smeerlappen of lulloos. Maar excuses volstaan niet voor de minachting voor het parlement. Daar moeten maatregelen tegenover staan. En ofwel vangt u de klap op, ofwel treedt u af. Ofwel schuift u de schuld naar uw kabinet en voert u daar een grondige sanering en reorganisatie door. En het antwoord dat u dat intern gaat regelen met die medewerkers volstaat niet. Dit is een aangelegenheid geworden die heel Vlaanderen en het parlement in het bijzonder aanbelangt. Zolang een kok lekker eten bereidt en niemand ziek wordt, is er niks aan de hand. Maar zodra er slechter gerechten worden geserveerd, moet er een inspectie en controle volgen in zijn keuken. Dit gezegd zijnde brengt mij dat bij uw functioneren als minister. Kan u nog functioneren als minister? Uiteraard bent u intellectueel bekwaam. Dat u een intelligent man bent, staat buiten kijf. Maar u bent zo sterk als uw kabinet. En daarom bent u als minister onbekwaam. Gisteren bespraken we nog een voorval uit 2009. Ondertussen zijn we 2012 en nog steeds gebeuren er accidenten zoals de mail over de BIV. En ik vraag mij ook af, meneer de minister, waarom u zo emotioneel gereageerd heeft, tot tranen toe, over een voorval dat uw eigen partij als een bagatel beschouwt. Of dat u wegloopt bij een kwinkslag. Dan is het mijn zins eens duidelijk dat u niet uit het juiste hout gesneden bent als politicus en als minister. Dat is geen schande. Uw fractieleider Chris van Dijk zei het nog in de zevende dag. Meneer Muiters heeft de politiek niet nodig. Een duidelijke hint. U bewijst uzelf geen dienst met hier nog 2,5 jaar te blijven zitten. De enige die u hiermee een dienst bewijst, is Bart De Wever. Uw vertrek zou een ferme deuk zijn in zijn blazoen, omdat hij u als een wit konijn in een ministerzetel heeft gehezen over de hoofden van bekwame N-VA-parlementaire die graag minister wilden worden. Meneer de minister, de hele oppositie vertrouwt u niet meer. De twee V-partijen, LDD en VB, de twee liberale partijen, VLD en LDD, de ecologisten, van links tot rechts in dit parlement, wil men dat u opstapt. De oppositie is niet over één nacht ijs gegaan. Er zijn verschillende incidenten opgelijst in de motie van wantrouwen en er is nog geen enkele maatregel voorgesteld die ons vertrouwen zou herstellen. Nochtans, indien u niet enkel excuses had aangeboden, maar ook uw verantwoordelijkheid had opgenomen, dan had dit debat waarschijnlijk niet plaatsgevonden. Zo simpel is dat. In de eerste 2 jaar heeft u geprobeerd alle schuld op uw voorganger te schuiven. Nu treft blijkbaar uw kabinetsmedewerker of de oppositie alle schuld. Wat gaat u de volgende 2 jaar doen? Alle schuld in de schoenen schuiven van uw opvolger? Wel, wat mijn fractie betreft, mag deze opvolger Lisbeth Homans vandaag nog aantreden. Ik dank u. Dus ik heb begrepen, de laatste spreker is nu Philippe Wathé wat deze motie betreft. Meneer Wathé. Dank u, voorzitter. Collega's, Bart De Wever, de voorzitter van N-VA, vraagt excuses van de oppositie. Omwille van het feit dat wij een motie van wantrouwen hebben ingediend.
Ja, het is de oppositie die excuses moet aanbieden, niet de minister. En waarom? Omdat we met die motie van wantrouwen blijkbaar met een kanon op een mug schieten. Omdat dat te zwaar is als middel. Omdat het parlement onwaardig is. Tja, ik wil wel even nagaan of er genoeg elementen zijn om eigenlijk die motie van wantrouwen, die vraag tot ontslag, te verrechtvaardigen. Is er tegenspraak tussen de minister en zijn entourage? Is dat voldoende? Neerbuigend taalgebruik, is dat voldoende? Goochelen met begrotingscijfers, is dat voldoende? Nee, de minister-president zegt nee. Halve waarheden, is dat voldoende? Vage communicatie, is dat voldoende? Wel, ik wil wel even verwijzen... Voorzitter... Meneer Watté, ja, kijk, ik lok reacties uit, ik kan niks aan doen, maar ga u rustig verder. Wel, zijn die elementen voldoende? Wel, ik heb even een persbericht van de N-VA opgesnord uit het jaar 2005 of 2006. Patrick de Grote, Kamerlid N-VA, heeft genoeg van liegende minister en vraagt ontslag van den Bossche. Mevrouw van den Bossche, die ten andere ook minister is. Alle elementen die ik heb opgesomd, de vijf, tegenspraak tussen minister en entourage, neerbuigend taalgebruik, goochelen met begrotingscijfers, halve waarheden, vage communicatie, dit zijn de elementen die in dit persbericht naar voren komen. Kamerlid Patrick de Grote over mevrouw van den Bossche. En ten andere, als het over het vragen van ontslag gaat, dan heeft de oppositie geen lesjes te leren van de N-VA. Collega van den Bossche heeft het al meegemaakt, meneer Wattelij, mevrouw Uitenbroek, minister Dardenne, minister De Gucht, minister Reinders, en dan zijn er nog Noël Slangen, de directeur en het bestuur van de Vlaamse Opera, noem maar op. Als u wil zeggen dat de oppositie lichtzinnig omgaat met de vraag tot ontslag, ja, dan zie ik toch wel een ander beeld opdoemen. En als u per se excuses wil aanvragen, dan moet u het misschien vragen aan collega Van Rompuy. Want collega Van Rompuy heeft zijn kritiek ook niet gespaard. Drama queen. De tranen van de minister maakten dat hij stelde dat de minister een drama queen was. Een drama queen. Wel, als er nu iets is wat ik niet erg vond, is dat de minister zijn emoties toont. Dat vind ik niet erg. Dus als u dat woord gebruikt, meneer De Wever, ik denk dat u de excuses aan iemand anders moet vragen. Ik zeg een ander over u. De Wever die de zaak politiek uitbuit. De Wever mag iedereen beledigen en de les lezen. Ja. En de steun van de partijvoorzitter is voor minister Muiters een teken van zwakte. Dus in die zin, die motie van wantrouwen is niet zomaar een middel dat de oppositie gebruikt. Het is een gerechtvaardigd middel. En als wij deze motie ondersteunen, dan heeft dat te maken met een aantal elementen. Het heeft te maken met een combinatie van een aarzelend en kwakkelend beleid, een gebrekkig informeren van het parlement en een verkeerde, ongelukkige communicatie. En het eerste element, het aarzelend en kwakkelend beleid, is natuurlijk altijd een politieke afweging. En gedeeltelijk is dat inderdaad zo, maar er zijn toch wel een aantal tekenen die toch even tot nadenken stemmen. Het ontwerp van decreet rond het BIV, te laat. De vergroening zit er niet in. En met de opmerking van het middenveld wordt geen rekening gehouden. De begroting. Begroting 2012, een virtuele begroting. De oppositie heeft dat tot vervelens toe herhaald. Maar de minister van Begroting doet verder. Er is geen vuiltje aan de lucht. En op het einde van het jaar, 30 december, kan hij zelfs aankondigen dat begroting 2011 een overschot heeft, tot hij teruggefloten wordt door de minister-president, die hem terug met de voetjes op de grond zet op 2 januari. De opleidingschecks. 1 augustus 2010. De opleidingsverstrekkers zijn volop bezig met het voorbereiden van het opleidingsjaar. Ja, want 1 augustus, dat is heel dichtbij bij de start van het opleidingsjaar. Één week voordien verandert de minister het systeem. Dat getuigt toch niet van grote doortastendheid. En dan de gebrekkige informatie. Tweede element.
Ze staan ook vermeld in de motie van wantrouwen. De begrotingscontrole 2010, de lijst van geblokkeerde kredieten die we niet te zien krijgen. Ja, 190 miljoen euro. En slechts na het tussenkomen van de parlementsvoorzitter werden die ter beschikking gesteld van de oppositie. De commercial paper, 40 miljoen, dit kwam niet naar het parlement. Het Rekenhof kreeg niet alle informatie over de begroting 2011. Dit is gewoon minachting van het parlement. En dan derde element, de ongelukkige communicatie. Moet ik daar nog iets over zeggen? Er is al zoveel over gezegd. Ik denk dat het inderdaad ondertussen voldoende duidelijk is dat dit op zijn minst ongelukkig is. Maar je zou zelfs beginnen denken dat er meer achter zit. Dit is voor mij voldoende. Ik denk dat we nu daadkracht nodig hebben, terwijl we nu alleen maar een beleid krijgen dat kwakkelt. We hebben nu transparantie nodig en we krijgen alleen gebrekkige of onvoldoende informatie. We hebben nu duidelijkheid nodig en we krijgen alleen maar ongelukkige communicatie. Collega's, ik besluit en ik zal het besluit geven, of een besluit geven dat ik niet zelf geformuleerd heb. Ik ga het besluit voorlezen van Patrick de Grote, Kamerlid van de N-VA, ten aanzien van minister Van den Bossen. Of de minister nu bewust liegt of gewoon onbekwaam is, doet eigenlijk niet eens ter zake. Feit is dat de minister de voorbije maanden duidelijk bewezen heeft niet in staat te zijn het zware departement begroting te leiden. Woorden van Kamerlid van de N-VA de Grote en ook de woorden van deze oppositie. Dank u wel, meneer De Winter. Meneer de voorzitter, collega's, wat we zelf doen, doen we beter. Dat was ooit het motto van de Vlaamse regering. De praktijk van de jongste dagen en weken, minister-president, doet echter anders vermoeden. Voorbije weken waren een rampzalige periode voor deze Vlaamse regering. Blunders en de communicatiefouten die stapelden zich op. Het zou fout zijn om hiervoor alleen minister Muiters de schuld te geven en hem verantwoordelijk te maken voor alles wat verkeerd loopt in de Vlaamse regering. In de jongste dagen leek het wel een partijtje Muiters bashen. En ik doe daar niet aan mee, al was het maar omdat ik zeer goed besef dat dit alleen maar Muiters en de N-VA ten goede komt. De blunders van Muiters zijn slechts een symptoom. De echte ziekte is de falende Vlaamse regering. En Muiters vangt het meeste wind, omdat hij als minister van Begroting en Financiën nu eenmaal verantwoordelijk is voor een aantal dossiers die de voorbije weken en maanden helemaal de mist ingingen. Het begon inderdaad met die virtuele begroting 2012, die niet in overeenstemming was met de realiteit, wat ook bewezen wordt door het feit dat we afstevenen op een tekort van tussen de 200 en de 500 miljoen euro. Daarna kwam het BIV-dossier, waarbij de regering probeerde om het eigen falen in de schoenen van de oppositie te schuiven. Uiteindelijk was er de miscommunicatie in verband met de aftrek van de hypotheekleningen die aanleiding gaf tot ongerustheid bij de bevolking. En inderdaad, de druppel die de emmer deed overlopen, was die fameuze, het is gelogen, smiley-mail, waarin een kabinetsmedewerker van minister Muiters de minister beschuldigt van leugens omtrent de informatie die hij verstrekte aan het parlement. Meerderheidspartijen proberen het falen van Muiters in het bijzonder en van de Vlaamse regering in het algemeen nu te reduceren, een bekende techniek, tot een debat over die ene, het is gelogen, smiley-mail. Maar iedereen weet dat het over veel meer gaat dan dat alleen. Mijn fractie heeft overigens een motie van wantrouwen ingediend, vooraleer wij zelfs nog maar weet hadden van die fameuze uitgelekte mail. Deze mail bevestigt overigens alleen maar datgene wat we allang wisten. Adding insult to injury, zouden de Engelsen ter zake zeggen. Meneer de voorzitter, de motie van wantrouwen tegen minister Muiters is in feite een motie van wantrouwen tegen de hele Vlaamse regering. Muiters is inderdaad, ik herhaal het, slechts een symptoom. De falende Vlaamse regering is de ziekte. En het verwondert mij overigens in hoge mate
dat de Vlaamse regering geen eigen motie van vertrouwen indient. Officieel heet het dat men het nut van een dergelijke motie niet inziet. Ik heb een andere interpretatie. Zou het niet kunnen dat de SPA geweigerd heeft, nadat de N-VA hen voor smeerlappen uitmaakt, om een dergelijke motie te ondertekenen? Zou het niet kunnen dat de regering absoluut niet zeker was dat alle leden van de meerderheid, ook de SPA'ers, de motie van vertrouwen zouden goedkeuren? Zou dat niet kunnen de juiste interpretatie zijn waarom er vandaag geen motie van vertrouwen door deze regering wordt ingediend? Ik stel voor dat eerst meneer, u kunt dan daarna het woord krijgen, maar anders... Ja, ik weet dat de regering kan ten alle tijde het woord vragen, maar ik stel gewoon voor dat meneer De Winter zijn verhaal afmaakt. Meneer De Winter, dat het de interpellant was, die moest beslissen in hoeverre iemand al dan niet mocht tussenkomen. Ik heb geen bezwaar dat de mevrouw in het rood gehuld minister Luiten het woord voert. Meneer De Winter, gaat u rustig verder. U mag niet, mevrouw. Misschien wil men uw interpretatie helemaal niet horen bij de N-VA. Dat zou ook kunnen. Meneer de voorzitter, collega's, sorry, de minister-president. U zegt wat u wilt, meneer De Winter, maar u gaat u rustig verder. Ja, maar ik mag zeggen wat ik wil zeggen, ja, maar de minister mag zeggen wat niet. U wilt. Maar ja, goed, okay, geen probleem. Gaat u rustig meneer de voorzitter, verder. Collega's, de minister-president en ook de woordvoerders van de meerderheidspartij laten het uitschijnen alsof de oppositie schiet met een kanon op een mug. Niets is minder waar. Minister Muiters wantrouwt niet alleen het parlement, hij minacht het parlement en hij liegt. Tenminste, als ik zijn eigen kabinetsmedewerker mag geloven, het parlement wat voor. De N-VA heeft in haar rol van federale oppositiepartij, en het is hier al gezegd door andere collega's, al voor veel minder het ontslag van ministers van verschillende plumage geëist. En de tranen van de minister, hij heeft ondertussen inderdaad het geweer van schouder, of het kanon in dit geval, van schouder veranderd. De tranen hebben ondertussen plaatsgemaakt voor nieuwe zakelijkheid. Maar de tranen van de minister de eerste dagen hebben me absoluut niet overtuigd. Integendeel, ze hebben mij nog wantrouwiger gemaakt. En dat de minister het nodig vond om een ansjoke te doen, heeft de wenkbrauwen doen fronsen bij heel wat Vlamingen. Als de minister zich wentelt in zelfbeklag en zijn job niet aan kan, dan houdt hij beter de eer aan zichzelf. Dan is er zelfs geen motie van wantrouwen nodig. Dan neemt hij beter zelf ontslag. If you can't stand the heat, stay out of the kitchen, meneer de minister. Aan Calimero's hebben we in de Vlaamse politiek geen nood, aan efficiënte ministers des te meer. Meneer de voorzitter, collega's, de meerderheid vindt de motie van wantrouwen tegen minister Muiters het parlement onwaardig. Deze middag heeft Bart De Wever op het radiojournaal zelfs gesteld dat iedereen, en ik citeer, die minister Muiters achtervolgt, zich nu maar moet excuseren. Blijkbaar heeft de N-VA het monopolie op het politieke protest en de morele verontwaardiging. En nochtans wil ik erop wijzen. Ik ben al 25 jaar parlementslid en ik vind dat het mijn taak is om daarop te wijzen dat in een normaal functionerende democratie het de verantwoordelijkheid is, wat zeg ik, de verdomde plicht is van de oppositie om de meerderheid het vuur aan de schenen te leggen. Daarom zitten wij hier als oppositie, daarom worden wij uiteindelijk betaald, daarom zijn wij verkozen. De oppositie moet de kuitenbeter van de regering zijn. Wij zijn de bewakers van de democratie en het is onze taak en onze plicht, onze verdomde plicht, om als oppositie met alle democratische middelen aan te winnen om de regering te bevragen, om de regering te controleren en desnoods zelfs onderuit te halen. Dat is het democratische spel. Daar is niets fout aan, meneer De Wever, wel in tegendeel. En al te dikwijls heeft de meerderheid in dit Vlaams parlement de voorbije jaren geprobeerd om de oppositie in het Vlaams parlement in slaap te wiegen. Zolang de oppositie braaf, slaafs en onderdanig is, is de meerderheid tevreden en krijgt de oppositie schouderklopjes. Wanneer de oppositie van zich afbijt en terugvecht, dan zijn we niet meer sympathiek. Dan zijn we geen toffe jongens niet meer. Dan is het kotte klein. Dan heet het dat er op de man gespeeld wordt, dat de ministers gebasht en gestalkt worden, dat het spel zogezegd niet correct gespeeld wordt. Wij doen wat de oppositie moet doen. Immers, the duty of the opposition is to oppose, meneer de minister-president. Meneer de voorzitter, ik sluit af.
En ik sluit af met te zien waarmee ik mijn betoog begonnen ben. Wat we zelf doen, doen we beter? Nee, doen we helaas niet beter. Deze regering blundert en faalt. Minister van Begroting, Financiën, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport. De opsomming alleen al toont aan dat de werklast bijzonder groot is voor een nieuw bakken minister zonder politieke ervaring. Belichaamt inderdaad de blunders en het falen van deze regering, ook al is het niet alleen uw persoonlijke verantwoordelijkheid. Daarom deze motie van wantrouwen. Wantrouwen in een minister zeker, maar vooral wantrouwen in deze Vlaamse regering. Mevrouw Lieten. Nee. Meneer Muiters. Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Ik wil toch op een aantal dingen reageren, want er zijn zware verwijten geuit, ook ten aanzien van mij als persoon. Ik ga uiteraard niet in over het feit dat ik emoties toon op wanneer en waar en hoe. Ik denk dat dat een zaak is waar ik zelf moet zien wat ik daarmee doe. Maar in elk geval, ik weet één ding en ik weet één ding duidelijk. Ik lieg niet en ik zal de aantijgingen uit de motie ook weerleggen met de dossiers, een aantal van de dossiers die naar voren zijn gebracht door de sprekers zo net. Minister Rijnsen, de sluiting van de topsportschool handbal. Ik wil u erop wijzen dat dit, net als de meeste van de aantijgingen die er inhoudelijk zijn geweest, want ik wil ook niet op ingaan uiteraard op wat dat naar de Vlaamse regering of naar de N-VA. Ik zal mij concentreren op de verwijten die naar mij gericht zijn. Het is een motie van wantrouwen naar mij. En ik wil beginnen met die topsportschool handbal. We hebben, meneer Vreek, dat uitvoerig besproken in de commissie van 16 juni 2011. En ik moet eerlijk zeggen, ik vind dat die inspraak die het parlement daar heeft gekregen in het gehele dossier van de topsportscholen, dat dat eigenlijk wel een goede samenwerking is geweest tussen de commissie en de uiteindelijke beslissing die daaromtrent is genomen. Ik had een wetenschappelijk gefundeerd rapport van Blozo over de evaluatie van de topsportscholen in februari 2011. Ik vraag aan Blozo dat zij verder overleg organiseren om ook een draagvlak te krijgen. Een draagvlak bij de wetenschappers, een draagvlak bij de topsportscholen en een draagvlak bij het kabinet onderwijs. Door de wetenschappelijke onderbouwing blijkt duidelijk dat we naar een afbouwscenario gaan van de topsportschool voor handbal, maar dat de modaliteiten nog niet beslist zijn. En zo is het ook gemeld aan de ouders. Met het finale voorstel van Blozo, dat ik pas op 14 juni kreeg en dat na overleg niet gewijzigd bleek, ben ik naar de commissie gekomen. Op basis van de input van de commissie heb ik me niet akkoord verklaard met het voorstel van Blozo. Ik wilde een ander uithoofscenario en ik eiste een volwaardig alternatief. Ik wil rond dit dossier zeggen, ik ben met een wetenschappelijk onderzoek, ondersteund document na overleg met de stakeholders naar de commissie gegaan. Door de inspraak van de commissie is het voorstel gewijzigd. Er is dus geen sprake van bewust foutief informeren. Integendeel, de volle betrokkenheid van het parlement heeft hier gespeeld en wij volgen vandaag nog uitvoerig die uitvoering wat het parlement mij heeft gevraagd op. Als ik kijk, meneer Watteau, naar de geblokkeerde kredieten, laat ik toch even zeggen dat ik de brief van de voorzitter Jan Peumans toch vind dat u die op een rare manier leest. Ik heb nooit geweigerd om een lijst van de verschillende blokkeringen te geven. Ik heb wel gezegd dat u hem moest vragen aan de verschillende vakministers, want zij bepaalden de blokkering. En de minister-president en ikzelf hebben toegezegd dat alle collega's de lijst ter beschikking zouden stellen. En ik heb de brief van Jan Peumans ook gelezen. Hij herinnert ons alleen aan die afspraak. Het was geen tussenkomst om dit af te dwingen. Ik besluit hieruit de minister-president en alle collega's en ik bezorgden het parlement de documenten conform de afspraken. Er is dus geen weigering om informatie te bezorgen aan het parlement. Meneer Watteau, u spreekt ook over het feit dat het Rekenhof te weinig inzage kreeg in stukken van mij. Ik wil er toch even op wijzen dat er geen vaste traditie bestaat wat ministers van Financiën en Begroting aan het Rekenhof geven. Als ik kijk wat de voorganger Wilvina de Meester gaf, is dat iets anders dan wat Patrick de Waal gaf, is dat iets anders wat Dirk van Mechelen gaf. En als ik de stukken in de commissies lees, dan is er altijd wel discussie geweest tussen de minister en het Rekenhof. En ik denk, we hebben nu een afspraak gemaakt, samen met de voorzitter Peumans en samen met de voorzitter van de commissie, Erik van Rompuy, over welke documenten we moeten overmaken aan het Rekenhof, zodat zij hun taak naar behoren kunnen vervullen.
Die afspraak is ook bevestigd met het Rekenhof. Misschien heb ik nu wel een traditie in zijn gang gezet van overleg en afspraken met het Rekenhof. In elk geval, het Rekenhof krijgt de nodige stukken om hun taak uit te voeren. Er is geen sprake van bemoeilijking van de parlementaire controle. Meneer Watté, u haalt de commercial paper van de gemeentelijke holding aan. Het is uitvoerig besproken op 6 december. Commercial paper is een kortlopende lening om de tijdelijke betalingsproblemen van de gemeentelijke holding te overbruggen. En zo kon de Vlaamse regering de gemeentelijke holding en Dexia vrijwaren. Voor een overbruggingskrediet hoeft de Vlaamse regering geen machtiging te vragen van het parlement. Er is dus geen negatie van decretale verplichtingen. Als ik kijk naar wat het Rekenhof naar voren brengt, dan wil ik daar ook naar de kern van de zaak gaan. Toen bleek dat de commercial paper niet langer het karakter had van een kortlopende lening, hebben wij zelf een brief gestuurd naar het Rekenhof. Het Rekenhof heeft ons in oktober geantwoord en gezegd dat het als een kapitaaldeelname moest worden beschouwd. En ik wil u er toch ook op wijzen dat we ook voor de kapitaaldeelname een machtiging hadden. Vanuit de filosofie van transparantie hebben we de regularisatie wel gedaan via een bijblad. We hebben ons dus binnen ons mandaat gehouden en transparant gehandeld naar het Rekenhof en naar het parlement toe. Dan kom ik bij de beruchte en zware mail rond de BIV. Ik heb duidelijk begrepen dat de mail de indruk wekt dat ik de parlementaire werking in vraag stel. En ik wil niet dat burgers die indruk krijgen. Ik wil niet dat iemand de indruk krijgt dat een ontwerpdecreet in het parlement niet meer kan aangepast worden. Daar zit de mail compleet fout en ik heb mij daarvoor geëxcuseerd en ik doe het hierbij nog eens. Ik ben ook na vandaag een pleitbezorger van goede, degelijke parlementaire werking en een doorgedreven parlementaire controle. Ik wil de context waarin deze mail werd verstuurd eens aan iedereen duidelijk schetsen, zonder daarmee deze mail goed te praten. Binnen de Vlaamse regering is zowel door mijn kabinet als het kabinet Leefmilieu hard gewerkt aan die vergroening van de BIV. Er zijn talrijke formules geweest. Getest, men heeft gekeken wat het effect daarvan was op het wagenpark. Er is zeer ruim advies gevraagd aan die adviezen en aan de kritieken daar hebben wij het ontwerp aangepast. Mijn administratie werkte een online rekenmodule uit, zodat de burgers op voorhand konden nagaan wat de eventuele impact zou zijn. Bij die module stond ook duidelijk incorrect vermeld dat het ontwerp nog in behandeling was en dat er dus eventueel nog wijzigingen aan konden gebeuren. Dat is de juiste situatie. Jullie beslissen, het parlement beslist wat uiteindelijk wordt goedgekeurd. Intussen waren er ook voorbereidingen rond bekendmaking van de vergroening van de BIV en was er een communicatie nakend voor het autosalon. Dat de datum van uw werkingtreding uiteindelijk niet gehaald werd, was voor de betrokken medewerker een grote teleurstelling. Hij heeft die teleurstelling foutief geventileerd aan de vraagsteller die zich bij het kabinet beklaagde. Het uitstel kon bij de betrokken burger zorgen voor een financiële consequentie. Ik wil u nogmaals duidelijk stellen, die teleurstelling rechtvaardigt het mijn medewerker niet om dergelijke mails te versturen, toen niet, nu niet en in de toekomst niet, en ook beschuldigingen waren daar niet gepast. Er is een fout gebeurd, een menselijke fout, maar ik heb alle respect voor de werking van het parlement. De begroting 2009. Ik ga hier niet te lang bij stilstaan. Ik heb hier gisteren zeer uitvoerig in de commissie op geantwoord. En het is daar goed aan bod gekomen, denk ik. Opnieuw, de terminologie in de mail kan niet. Maar ik heb het monitoringsrapport van december aangetoond dat ik geen indicatie had dat er overschrijding zou zijn van het vooropgestelde tekort van 1 miljard. Ik heb aangetoond dat de overschrijding te maken had met het vastleggen en het betalen van instellingen gedurende de laatste 14 dagen van 2009. En ik wil er nogmaals op wijzen dat de lijst van die instellingen al begin 2010, buiten het monitoringrapport van december, is overgemaakt geweest. Ik heb aangetoond hoe die onderbenutting onderbouwd was. Ik heb dus niet gelogen. En voor wie dit onvoldoende zou zijn, is er ook nog wat we noemen in de wiskunde het bewijs uit het ongerijmde. Het zou onverstandig zijn om midden december te melden dat we op koers zaten als ik wist dat het tekort eind december veel groter zou uitvallen. Wat zou ik daarmee bereiken?
En als ik dacht dat de begroting ging ontsporen, waarom nam ik dan in november maatregelen en in december niet meer? En zou het niet erg raar zijn om de waarheid niet te spreken en toch het monitoringsrapport te bezorgen aan de leden van de commissie, terwijl ik me perfect kan verschuilen achter de traditie dat tussentijdse monitoringsrapporten nooit werden vrijgegeven? Besluit van dit punt. De bewoordingen in de mail zijn compleet fout, maar ik heb niet gelogen. Ik heb geen informatie achtergehouden aan het parlement en ik heb ook geen verkeerde informatie gegeven. Ik ga heel kort iets zeggen over de begroting 12. Dit parlement vraagt dat we bij de septemberverklaring weten wat dat de begroting de grote lijnen zijn. Ik kan op dat moment alleen rekening houden met de cijfers die op dat moment bekend zijn gemaakt. En dat zijn die van het planbureau in het begin van september. Wij hebben in december, de minister-president en ikzelf, aangekondigd dat we in februari al een monitoring zouden doen of een eerste budgetcontrole. Dat we daar een bijblad gingen geven en dat we dat gingen komen voorstellen, de minister-president en ikzelf in de commissie. Als ik op eind december de resultaten bekend maak, heb ik onmiddellijk gezegd dat we geen euforie moeten krijgen, meneer Watteau, omdat we zelf, ik heb toen zelf naar voren gebracht, dat we in 2012 voor een zware opdracht stonden. Ik heb aan de pers de sensitiviteitsanalyse voor elk percentje 0,1% groei weergegeven. Dus nee, ik denk niet dat de minister-president mij op 2 januari met de voetjes op de grond gezet. Ik ben daar zelf compleet van bewust. Het is zelfs zo dat we de voorbereidingen nu al treffen om die monitoring of die eerste budgetcontrole te bekijken. Ik concludeer, beste collega's. Ik denk dat ik opnieuw heb aangetoond dat wat in de motie verzameld tegen mij perfect kan weerlegd worden. De zaken zijn in het verleden uitvoerig besproken in de commissies en ik heb mijn beleid hieromtrent meermaals verantwoord in de plenaire vergadering. De beschuldigingen van bewust of onbewust fout informeren, het weigeren van informatie te bezorgen, het bemoeilijken van parlementaire controle, het negeren van decretale verplichtingen en het inconsistent beleid zijn weerlegd of minstens in een juiste context geplaatst, zoals in het geval van de onbewuste foute informatie. Blijft over de toon en de terminologie in de twee mails, waarvoor ik mij heb verontschuldigd en waarvoor de betrokkenen gesanctioneerd zijn. Maar ik weiger om terug te keren naar de middeleeuwen en mijn medewerkers aan de schandpaal, publiekelijk aan de schandpaal, te nagelen. De sanctionering is iets wat ik tussen mij als werkgever en werknemer zal regelen. Ik vraag u om het volledige dossier op zijn werkelijke waarde te beoordelen en mij uw vertrouwen te herbevestigen voor de meerderheid of te geven voor de oppositie. Ik dank u. Meneer Kaluwee. Meneer de voorzitter, leden van de regering, waarde collega's, voorafgaandelijk 2 opmerkingen. 1. Wij betreuren de bewoordingen van de eerste mail. Het bewuste decreet, het BEV-decreet, is ingediend op 22 november. Dan mag men niet verlangen dat het parlement dat zou goedkeuren voor 1 januari. Dan mag men niet zeggen dat als dat niet gebeurt, als er vertraging optreedt, dat dit de schuld is van het parlement of van de oppositie. 2, we zijn ook geconfronteerd met een tweede mail, waar toch wel een aantal termen werden in gebruikt, die minstens de wenkbrauwen doen fronsen. Het maar goed, ik heb al eerder gezegd, is natuurlijk een conversatie, een mailconversatie tussen een paar jongens. Maar waar ik toch wil waarschuwen, dat men moet opletten voor het woordgebruik, ook wanneer men soms publiek gaat, dat we toch er moeten voor zorgen dat onze politieke discussie een inhoudelijke discussie is en het niveau van de schelpartijen overstijgt. Maar, collega's, ook zeggen wij, ondervraagt de oppositie, wanneer men daarmee geconfronteerd wordt, ondervraagt de oppositie terecht de minister? Ja. En we hebben ook volmondig, zonder enige problemen, wanneer dit in het bureau kwam, deze interpellaties goedgekeurd. Hier moet inderdaad
duidelijkheid over komen. Maar is het dan terecht dat als men daar dan antwoorden op krijgt, als men verontschuldigingen krijgt, als men verduidelijkingen krijgt, als men ook, zoals gisteren, duidelijk is geworden dat dat, die leugen met een smaaltje erbij, dat eigenlijk op niets is gebaseerd, dat die grote bom dat die helemaal niet is losgebasterd, dat daar perfecte verklaringen voor komen. Ja, is het dan terecht dat men met het wapen van de motie van wantrouwen afkomt? Voor het eerst in de geschiedenis van het Vlaams parlement, nooit eerder hier gebeurd, twee mails, enfin, zoals al ingeduwd met die eerste mail, motie van wantrouwen. Collega's, is dit eigenlijk toch niet de devaluatie van datgene wat wij als parlement betekenen? We beschikken over een aantal instrumenten. Daar moeten we toch op een zorgvuldige manier mee omspringen. Als men hier, omwille van wat taalgebruik, omwille van wat verkeerde bewoordingen, daar al mee begint te zwaaien, wat gaat er dan gebeuren als er in Vlaanderen zoiets zou gebeuren als het Heizeldrama? Ik hoop dat het nooit gebeurt, maar als er slachtoffers vallen, ten gevolge van tekortkomingen in het beleid. Wat gaat er gebeuren? Ik ben er zeker van, het niet zal gebeuren onder deze legislatuur. Maar wat gaat er gebeuren als men geconfronteerd wordt met het feit dat er op kabinetten of bij ministers ergens geld aan vingers blijft plakken? Met welke wapens gaat men dan afkomen? Als men nu al voor zulke bagatel afkomt met een motie van wantrouwen. Ik zou de oppositie toch uitnodigen om zich daar eens grondig over te beraden. Dat is niet nieuw. We hebben ook bij andere dingen moeten vaststellen dat de oppositie soms de proportie niet meer in de gaten houdt. Mag ik even herinneren aan enkele maanden geleden. De minister-president was in het kader van zijn bevoegdheid buitenlandse handel op reis in Brazilië. Maar de week ervoor had hij een interview gegeven aan de Libre Belgique. Ja, er waren een paar Franstaligen die het daar niet mee eens waren. Heel vreemd. Maar de gevolgen van die reacties, eist er een deel van de oppositie, niet iedereen, hè, voor alle duidelijkheid, eist er een deel van de oppositie, dat de minister-president in allerijl terugkwam uit Brazilië. Met als resultaat, terwijl wij hier, hè, dat kon niet wachten, hij mocht daar niet de week erop volgend zijn antwoord op geven van wat daar eigenlijk aan de hand was en die reacties op dat interview. Nee, hij moest sito presto het vliegtuig nemen om hier zo snel mogelijk in de plenaire vergadering zich te komen verantwoorden. Terwijl op datzelfde moment dat hij hier stond om uitleg te geven over dat interview, terwijl op hetzelfde moment Vlaanderen in Brazilië met rode kaken stond, want op het eigenste moment ging er een geplande ontmoeting door tussen een aantal Vlaamse stadionbouwers, een aantal aanleggers van graspleinen, een aantal Vlaamse mediabedrijven, een ontmoeting met de Braziliaanse staatssecretaris voor sport, die verantwoordelijk is voor de organisatie van het wereldkampioenschap voetbal voor 2014, de Olympische Spelen van 2016. Men had die kunnen strikken, omdat men de Vlaamse minister-president daar ook had gekregen. Alleen wie verscheen er niet, omdat hij moest terugkeren op vraag van een deel van de oppositie naar het Vlaams parlement. Wie verscheen daar niet? De Vlaamse minister-president en Vlaanderen stond met rode kaken. Oppositie, herpak u, hervind de proportie. Het is nog niet te laat. Trek deze moties van wantrouwen terug. Meneer Van Malderen. Meneer minister-president, dames en heren van de regering, meneer de voorzitter, collega's. In de voorbereiding van dit debat vond ik een tekst op de website van een denktank, Liberalis genaamd, niet onbekend voor velen hier. En ik vond er de boekbespreking van een werk van Marc Elgardus, Anatomie en oorzaken van het wantrouwen. En de volgende zinnen zijn toch wel blijven hangen. De reden van wantrouwen is niet zozeer een kwestie van geleverde prestaties, maar eerder de manier waarop instellingen in het nieuws komen. Deze manier vertaalt zich in positieve of negatieve percepties van de bekwaamheid, de zorgzaamheid en andere relevante eigenschappen. Een andere belangrijke factor voor meer of minder vertrouwen is het gezag dat instellingen afdwingen. Instellingen die gezagsvol zijn en boven de melee en de verdeeldheid staan,
krijgen veel vertrouwen. Collega's, ik denk met die zinnen in het achterhoofd dat deze week een slechte week geweest is. Een slechte week voor de ministers, maar ook, laat ons eerlijk zijn, een slechte week voor dit Vlaams parlement en een slechte week voor de politiek in zijn algemeenheid. En bij die vaststelling blijven vooral een aantal vragen hangen, waar ik eigenlijk ook al een week mee zit. Zijn de mails, en dan in zonderheid de mail die aan de aanleiding ligt van de voorliggende motie van wantrouwen, is die feitelijk fout? Het antwoord is ja, dat heeft de minister net ook al aangegeven. Het is niet de fout van de oppositie dat dit niet kon ingaan op 1 maart, of op 1 januari en wel op 1 maart. En het is niet zo dat het parlement geen wijzigingen zou kunnen aanbrengen aan het voorliggende ontwerp van decreet. Is het taalgebruik in die mail lomp? Ja. Is die manier van aanpakken dom? Ja. Maar ook, heb ik hier nu vandaag in de tussenkomsten van de oppositie iets nieuws gehoord? Nee. En dus kom ik op de basisvraag die ik eigenlijk al een week stel. Wordt Vlaanderen beter? Worden 6 miljoen Vlamingen beter als de post van 1 minister van bezitter verandert? Onze fractie zit minister Muiters achter de veren en zal dat ook blijven doen in een hele race van dossiers. 38.000 hectare natuurgebied die moeten omgezet worden. Overstromingsgebieden waar we zeggen dat niet meer kan gebouwd worden. Een werkgelegenheidsakkoord waarvan iedereen, inclusief de oppositie, hier vandaag gevraagd heeft dat het wordt uitgevoerd door deze ministers. De begrotingscontrole, een enorme opdracht waar hij voor staat. Gaan elk van deze dossiers erop vooruit gaan als minister Muiters hier vandaag moet opstappen? Ik denk dat het antwoord nee is. En dus zegt onze fractie dat deze minister in de eerste plaats aan de slag moet. In deze dossiers, maar ook om orde op zaken te zetten in zijn kabinet. Want, meneer de minister, het is niet de oppositie die de oorzaak is van dit debat. Maar, collega's van de oppositie, u bent wel verantwoordelijk voor de middelen die u daarbij kiest. En ik wil me dan ook wel aansluiten bij de oproep die er daarnet door vorige spreker is gelanceerd om heel goed na te denken over het handhaven van een motie van wantrouwen. De eerste keer in de geschiedenis van dit parlement. In een dossier waarvan collega Vreek gisteren het had over een schijn van twijfel. Een schijn van twijfel. Sta mij toe van het dan hier te hebben over schijnverontwaardiging. En in dezelfde lijn, ik vang hier op dat de leden van de oppositie zouden overwegen om hier een geheime stemming te vragen. Ik weet dat niet, ik wil daar niet op vooruitlopen. Vang dat op. De dag en het moment dat ik zelf ervan overtuigd raak, in eer en geweten, dat een minister zijn positie niet kan handhaven, dan zal partijtucht nog politieke akkoorden mij ervan weerhouden om in alle openheid, met open vizier, hier een rode knop in te drukken. Maar wie niet de moed van zijn overtuiging heeft, die vindt blijkbaar een schuilplaats in de anonimiteit. Collega's, bezint eer gij begint. In het andere geval zal mijn fractie de voorliggende resoluties niet goedkeuren. Dank u wel, meneer Van Dijk. Meneer de voorzitter, meneer de minister-president, dames en heren ministers, collega's. Als ik de voorbije dagen in oogenschouw neem, dan kan ik alleen maar zeggen dat ik gedegouteerd ben. Gedegouteerd, collega's, en ik heb iedereen daar juist laten uitspreken vanuit verschillende invalshoeken. Voor eerst omdat ik niet akkoord kan gaan met het taalgebruik en de tonaliteit zoals die in deze ook gevoerd is in mails en in andere.
maar gedegouteerd ook, collega's, om de manier waarop dit behandeld wordt. Dit is, zoals voorgaande sprekers ook zegden, nooit gezien. Want de aanklachten die hier als een ware vierschaar, schouder aan schouder, in dit geval zonder cordon, naar voren gebracht wordt, doet mij toch wel het een en het ander bedenken. Collega's, wanneer je het ontslag vraagt... Meneer Van Dijk. Wanneer je het ontslag vraagt van een minister, dan vraag ik jullie open en eerlijk, ook de antwoorden van de minister horend, waar heeft deze minister gesjoemeld? Waar heeft deze minister gefraudeerd? Waar heeft deze minister bedrogen of verduisterd? Ja, waar heeft deze minister gelogen? En het debat over de begrotingscijfers is gisteren gevoerd. Collega's, als je een motie van wantrouwen indient, omdat je het niet eens bent met het beleid, collega Matteo, als je het niet eens bent met het beleid, er is één instantie die erover oordeelt. Dat is de kiezer, meneer Matteo. En wanneer u ons een spiegel voelt voorhouden dat wij niet kunnen besturen, kijk een keer goed wat er in 2003 gebeurde. Toen u hier een stoelendans organiseerde. Respect voor dit parlement, omdat je hiernaast een pandoering kreeg. In ieder geval, collega's, ik heb ook deze problematiek ernstig bekeken, meneer Matteo. En ik heb mij inderdaad de vraag gesteld, hoe zou de N-VA reageren, moest dit geen N-VA-minister geweest zijn? Heeft de N-VA nooit het ontslag van een minister gevraagd? Natuurlijk niet, collega's. Maar mevrouw Vogels, waar zat mijn partij toen u gevraagd werd ontslag te nemen omdat u reclame maakte voor Volvo? Waar zat de N-VA, meneer Van Mechelen, toen u gevraagd werd ontslag te nemen voor een vermeende, en dat was ook de stelling van mijn partij, voor een vermeende aantijging van gesjoemel met het toekennen van licenties? Wij hebben steeds, collega's, steeds, en de feiten tonen het aan, steeds de zaken op hun inhoud bekeken. En niet op schijn van en niet op loze bewoordingen. Ik hoor u, meneer Keulen, wel degelijk zeggen, het kabinet en de minister zijn één. Splinter en balk. Meneer Keulen, waar was de N-VA toen een kabinetsmedewerker van u beticht werd omdat hij de Armeense genocide ontkende? Ook daar hebben wij niet, meneer de minister Keulen, niet meegehuild met een aantal wolven in het bos. Collega's, deze minister heeft aangetoond in de verschillende aantijgingen dat hij correct gehandeld heeft. En het lijstje, als u zegt hij heeft minachting... Meneer Van Dijk, afsluit het lijstje, ik loont af, meneer de voorzitter, maar het lijstje waar de minister initiatieven genomen heeft, eerst was om eerst het parlement en dan pas de buitenwereld te informeren over tal van zaken, is groot. Ik rond af met 3 conclusies, zeer kort. 1. Er is de voorbije dagen gesproken, dit is een bijkomend element. Een bijkomend element in de emmer. Wel nu, als ik het antwoord hoor, aanhoor en kritisch beluister, dan blijft er van die emmer alleen nog een vergiet. Meneer Van Dijk, afsluiten alstublieft. Open en eerlijk vraag ik u om straks inderdaad te stemmen en oprecht te stemmen. En laat ons deze bladzijde dan omdraaien en straks overgaan tot beleid. Want dat verwacht de burger van ons. Goed. Wie vraagt nog het woord? Meneer Keulen. Collega's, de minister had zich heel veel leed kunnen besparen, was hij niet zo hardnekkig geweest. Je hebt eigenlijk bij elke gelegenheid die je geboden kreeg, in de krant, op de radio,
en ook hier in de commissie de kans gehad, minister, om wat dat betreft het boetekleed aan te trekken, te zeggen van wat je nu allemaal vertelt, om dat toen te zeggen van naar het parlement toe, mea culpa, dit is fout. En twee, hier wordt de oppositie vals beschuldigd van de oorzaak te zijn van de vertraging in de invoering van de nieuwe BIV. Je hebt dat hardnekkig volgehouden en dat is eigenlijk uw modus operandi, uw manier van werken, wat je heel vaak gebruikt. Puur communicatief denken. Als je dus plotseling, als het begint te schuiven en je krijgt zeemansbenen, dan maak je er een welisnieten spel van en daarmee hoop je dan je gezicht te redden in de media naar de publieke opinie toe. Twee, denk ik ook dat je op een botte manier eigenlijk gebrek geeft van een gebrek van de verinnerlijking van een stuk de parlementaire waarden zoals die bestaan en zoals die eigen zijn aan mensen met wel parlementaire ervaring. De manier waarop je op een zeker moment dat parlement hier behandeld hebt, je hebt ondertussen uw bocht genomen, maar dat was stuitend. En ook vanuit de meerderheid hebben we daarover meerdere commentaren gehoord die ons gelijk gaven. Moet mij toch ook van het hart... Kun je afsluiten, alstublieft. Ja, de motie van vertrouwen is er niet gekomen, voorzitter. En wat ik daarover hoor, is dat men absoluut niet zeker was bij de mails wat daar de repliek op was van de minister en dat men zich daar niet wou aan verbranden. Minister, kijk in de spiegel. Wat dat betreft, je hebt het helemaal in eigen hand. Je bent aangeschoten wild en de kruik gaat zo lang te water totdat ze breekt. Everik. Ja, meneer de minister, ik wil ook nog even kort antwoorden. Ik ben van mening dat u toch volhard in de boos bent. Voor wat betreft de topsportschool is het zo, er was een wetenschappelijke studie. U ging die met ons bespreken, zei u. En op het moment dat u dat verklaart in de radio, had ik gewoon de mail letterlijk in mijn handen waarin u zei aan de ouder dat u ze ging sluiten. Wat de BIV betreft, ja, u heeft excuses aangeboden, maar de vraag was eigenlijk, en de vraag is nog steeds, wat gaat u doen? Wat gaat u doen dat dat niet meer opnieuw gaat gebeuren? En collega Van Malderen, voor wat de discussie gisteren betreft, die niks met de motie van wantrouwen van vandaag te maken heeft, want de motie is al ouder, daar is inderdaad wat mij betreft nog altijd twijfel over wat de minister wist op het moment dat hij sprak. Dat is wat ik bedoel met de schijn van twijfel. De twijfel is niet weggenomen in die commissie. En wat de begroting 2012 betreft, meneer de minister, moet u misschien toch nog eens heel eventjes luisteren. Wat de begroting 2012 betreft, de verwijten die wij u hebben gemaakt over het feit dat wij hier in een schijnbegroting zaten te bediscussiëren, dat zijn dezelfde verwijten die uw begrotingsspecialist, meneer Steven van de Putten, maakt aan de federale regering. Net dezelfde verwijten, namelijk dat de begroting die gestemd wordt op het moment dat ze gestemd wordt, al wetens en willens fout is. En het is die spreidstand die wij inderdaad ook voortdurend willen aanklagen. En daar zou ik het voorlopig willen houden. Voorlopig. Nee, wat even. Meneer de voorzitter, collega's. Ik ben wat verbaasd over de teneur van de fractieleiders van de meerderheid. Die eigenlijk zeggen van, je moet het maar verdragen. Je moet selectief omgaan met de instrumenten die ter onze beschikking staan. Verdragen maar. Maar als dat dan neerkomt op het banaliseren van fouten, op het banaliseren van een zwak beleid, van een zwakke communicatie, wel, wij doen daar niet aan mee. En ik vind het echt hypocriet, meneer Van Dijk, als u hier begint over het feit dat dit lichtzinnig is. Ik heb het lijstje gegeven van alle ontslagen die uw fractie heeft gevraagd in de Kamer. En ik heb ook de elementen aangegeven die uw Kamerlid Patrick de Grote gebruikte ten aanzien van minister Van den Bossen. Wel, meneer Van Dijk, ik ga geen excuses aanbieden zoals meneer De Wever vraagt. Ik ga deze motie stemmen. Meneer De Winter. En dan meneer Kaluwe. Meneer Kaluwe, alstublieft. Ja, ik zou toch even willen, collega's, even willen ingaan op de problematiek van motie van vertrouwen. Het is uiteraard een zaak van de regering om die al dan niet in te dienen. Maar stel dat de regering dat had gedaan, dan zou u hier allen gezegd hebben, ja, de regering heeft een motie van vertrouwen ingediend om op deze manier met de ganse regering het individuele lot van minister Muiters te redden. Maar nee, dat zou niet het juiste signaal zijn. Deze regering is bijzonder goed bezig. Er is geen enkele reden waarom dat we nu extra speciaal een motie van vertrouwen zouden moeten goedkeuren. Maar wij willen wel uitdrukkelijk het vertrouwen geven na de verontschuldigingen, na de uitleg die verstrekt is gisteren, willen we wel uitdrukkelijk het vertrouwen geven
aan minister Muiters. Maar dat kunnen we niet. We kunnen geen individuele motie van vertrouwen ten aanzien van een minister indienen. Dat kunnen we enkel door de motie van wantrouwen weg te stemmen. En dat zullen we dan ook publiekelijk doen. Meneer Van Dijk. Meneer de voorzitter, twee bemerkingen. Eén, het selectief inzetten van instrumenten, ja, afhankelijk van de waardebeoordeling die je aan iets geeft. En daar, op basis daarvan, collega Van Theo, kies je je wapen om in te zetten. Maar niet op basis van futiliteit. En dat is hetgeen dat ik ook heb willen aantonen. Er zijn tal van voorbeelden waar wij niet het ontslag van een minister vroegen. Waar wij a fortiori zelfs vanuit de oppositie soms gesteld hebben. En er is hier iemand aanwezig om meneer Van Deurzen op federaal niveau ooit te noemen. Waar wij gezegd hebben, meneer Van Deurzen, neem geen ontslag. En ik toon bij deze aan dat wij juist willen inzetten, het juiste instrument. En niet, collega's, telkens zomaar meehuilen met de wolf. Mevrouw Hoomans. Dank u. Meneer Verheek, kunnen even luisteren naar mevrouw Hoomans. Dank u, meneer de voorzitter. Ik ga er niet te veel woorden aan vuil maken, maar mijn naam is hier toch verschillende keren... gevallen in moties. Mijn naam is voorgedragen door andere partijen, dus ik denk dat ik toch wel het recht heb om hier duidelijk en voor eens en voor altijd te stellen dat ik zelf absoluut geen kandidaat ben om minister Muiters op te volgen. Dat ik zelf en mijn voltallige fractie het absolute vertrouwen behoud in minister Muiters, in deze voltallige Vlaamse regering. Dus wat mij betreft is deze stemming eigenlijk totaal niet nodig, want ik trek mijn kandidatuur in voor zover dat mogelijk is natuurlijk. Goed. Vraagt nog iemand het woord? Nee. Dan meneer Reekmans, u weet dat de voorzitter zich niet mag moeien in het debat. Ik heb een belangrijke mededeling. Maar meneer de voorzitter, een vraag dan, collega Hoomans, trekt haar kandidatuur meneer de Winter, in. U bent ook genoemd. Trekt jij uw kandidatuur ook in dan? Meneer De Winter. Ja. Meneer de voorzitter, u weet dat ook mijn fractie een motie van wantrouwen heeft ingediend. Die verschilt van de andere oppositiepartijen in die mate dat wij niet mevrouw Hoomans hebben voorgedragen. Maar in onze grote wijsheid gekozen hebben voor u als vervanger van... Meneer De Wever meldt mij dat ik zot ben om dat te doen. Maar goed, we doen het toch. En ik noteer dat u, in tegenstelling tot mevrouw Hoomans, uw kandidatuur ter zake niet intrekt. Dus handhaven wij onze motie. Nee, alle gekheid op een stokje. Wij trekken onze motie terug. Wij trekken onze motie terug. Waarom? Omdat wij een krachtig en duidelijk signaal wensen te geven namens de hele oppositie. Onze motie was vooral een signaal van ongenoegen, omdat het cordon, ondanks hetgene wat de fractieleider van de N-VA daarover heeft gezegd, omdat het cordon ook in deze wordt gerespecteerd en toegepast en wij de motie van de oppositie niet mochten mee ondertekenen. Maar uiteindelijk in het oppositievoeren zijn wij één en daarom zullen wij de motie van de andere oppositiepartijen steunen en de onze terugtrekken. Oké. Vraagt nog iemand het woord? Nee.